Kevin Veger, 23 jaar. Gevoetbald in de jeugd bij DOS en Go Ahead. Nou, in de senioren bij VV Cambre gevoetbald. Vorig seizoen Olympia. En nu hier bij Zwift. Eerste seizoen. En waarom Zwift? Waarom Zwift? Ja, ik heb vorig jaar een wat minder succesvol jaar gehad bij Olympia. En, ging niet helemaal lekker. Arjan ken ik heel goed, een hoofdtrainer. Die heb ik bij VV Cambre gehad. Veel contact gehad. En vandaar de keuze eigenlijk onderling contact om naar Zwift te komen. Omdat ik hier qua speelstijl misschien toch iets beter in het elftal pas als waar ik afgelopen jaar ben geweest. Ik heb erg mijn snelheid nodig om vooruitgang te hebben in mijn voetbal. Acties te maken. En daarin ben ik wat minder balvast. Dan heb ik altijd even iemand in de buurt nodig waar ik de bal bij kwijt kan, combinaties kan maken. Dus dat is eigenlijk hoe mijn speelstijl een beetje is. Ja, Kevin ken ik natuurlijk al vanuit mijn tijd bij VV Kampen. Dus ik weet wat voor type jongen het is en het type speler. En kijk, hij geeft een assist en hij maakt bijna een goal. Hè, door op zijn manier heel daadkrachtig zeg maar, die verdediging onder druk te zetten en er door te duwen. Zeg maar. Ja, en Kevin is gewoon heel fysiek, snel. En is een welkome aanvulling, zeker met de jongens die we daarachter ook hebben, qua voetbalintelligentie, die hem prima kunnen bedienen. En nogmaals, het is qua persoonlijkheid ook een prima jongen, dus hij wordt ook gelijk goed opgenomen in de groep. Dus prima. Ja, laatste seizoen 29 goals in de competitie. Dat was ook gewoon een jaar waarin eigenlijk alles op zijn plek viel voor de hele selectie. Waarin we helaas net promotie zijn misgelopen in de nacompetitie. Maar dat is wel een lekker aantal om het seizoen mee af te sluiten. Jouw laatste seizoen bij Kampen had hij er 29 in liggen. Teken je daarvoor? Ja, ik denk het wel. Ja. Hij ook wel, denk ik. Ik ben heel leuk opgevangen door de selectie, door de staf, door de mensen om de selectie heen. Goed opgevangen, zowel op het veld als erbuiten. Het is heel warm, hecht aan elkaar. En dat is toch wel iets wat belangrijk is om ook met elkaar resultaten op het veld te boeken. En vandaag je eerste wedstrijd, hoe ging het? Ja, het is qua tempo en qua speelstijl even aanpoten. Maar op zich wel een goede periode gedraaid. Tweede en derde partij meegedaan. Tweede ging iets minder. De laatste hebben we gelukkig wel goals kunnen maken. Net de 3-2 was het een assistje. Is helaas zelf nog op de paal geschoten. Dinsdag ligt hij erin. Hou je aan. Helemaal goed.